Hey, hallo allemaal. Welkom bij weer een nieuw deel van de Twisselbroek-familie. Yes, we hebben alweer wat geld verdiend met het eiland. Ik ben niet helemaal fit, zoals jullie misschien kunnen horen. Ik ben wat verkouden. Nou ja, gewoon eigenlijk al een paar dagen gewoon niet helemaal lekker. Maar ik had ook alweer geen Survival Challenge kunnen opnemen, omdat ik... Per ongeluk, ik moest naar de tandarts. En ik kom daar bij die tandarts. En ze zegt, ja, je hebt een heel klein gaatje. En eigenlijk wil ik die even boren. Kan je vanmiddag terugkomen? Ik zo, ja, nou ja, doe maar, want dan ben ik er vanaf. Dus toen moest ik ineens 's middags weer een gaatje boren. Dus toen is het ook niet meer van gekomen om nog een video op te nemen. Was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, ik ga proberen om aankomende woensdag een survival challenge op te nemen. En in elk geval, vandaag weer een lekkere Twisselbroek familie. En ja, de oudere garde, die doen het eigenlijk wel prima. Die zijn al heel vroeg wakker en zo. Rosalie die wilde in bad blijven totdat ze kalm was. En nu gaat ze even naar de wc en het ontbijt opdienen. Kai ligt nog in bed. En Romeo die wordt een beetje gek. Dus ik dacht, misschien is het een goed idee als we Romeo aan het vissen zetten of zo. Kijk, je hebt hier een hele mooie visplek. Ga jij daar lekker even vissen. En misschien het Noah ook wel zin heeft om mee te gaan. Dat weet ik niet. Maar wie weet, misschien heeft hij er wel zin in. In elk geval... Oh. No way, die is ook weer kapot, zeg je zijn reparateur bellen. Oh, we hebben precies... Oh, nog wat dat kapot is. Douchen, naar de wc. En Rosalie heeft heel erg veel honger. Even checken wat er allemaal in de koelkast zit. En ze is vegetarisch natuurlijk. Wat ze zo van dieren houdt. Kai ligt nog steeds te tukken. En Rosalie moet 3 zeewier vinden. Dus daar moeten we vandaag maar even mee aan de gang. Rosalie begint zich wat zwakjes te voelen. Of wat ziekjes stond er eigenlijk, hè. Eens even kijken. Dat is eigenlijk het enige. Maar ik moet even weer... Hoe komen we nog maar een zeewier, jongens? Daarvoor moeten we wel duiken, hè? Een bord pakken. En als onze grote vriend Kai uit bed komt, nemen we ook een bord. Noah, wat ben je daar allemaal aan het doen? Of ik bedoel Kai. Oeh, er staat iemand te zingen. Zien jullie dat? Het is een spook, want de microfoon die doet het en de rest die doet het. Oh, dit is wel een mooie visplek hoor. Jongen, ga even lekker vissen. Oh, kijk. Het is Jung Hwang. Mooi hoor, vriend. Je kan mooi zingen. Maar wij gaan vissen. Hoppa. Oh ja, Noah, die zit natuurlijk alleen maar in die schommelstoel. Even kijken hoe het met onze Piet het is. Hallo schoonmaker, gezellig dat je er weer bent. Het is nogal een bende in huis. Dus bedankt dat je alvast wil beginnen met schoonmaken. We moeten wel even... Oh... Even troetelen. We gaan alvast even snorkelen oefenen hier in het zwembad. Ja, Noah is bijna uit bed. Yeeha, finally. En dan kunnen we lekker gaan duiken. Laten we ondertussen even de reacties van ons resort bekijken. Resortbeheer.
dit soort reacties. Het was zo fijn. Oh, we zijn al 3,5 ster. Het was zo fijn om op mijn kamer te kunnen eten. Geweldige roomservice. Kakkerlakke invasie. Ik wandelde s'avonds een keer door de lobby en zag iemand iets van achter de balie pikken. Het is een goed idee om iemand... Oh ja, dat is misschien wel een goed idee. Ja. Wat een geweldige bar. Niet te duur. Ik heb genoten. Het glorrijke zwembad lijkt wel een napalmbad. Ach, meer voedselopties. Ga toch weg, jongen. Ik heb alle voedsel wat er is. Ja hoor, er wordt ook iemand wakker. Die gaat eerst even wat eten. Hoe is het met onze snorkelkoningin? Hang je daar nou vast? Nee. Opjagen. Hij is nog aan het vissen. Serieus, hang je vast? Oh, ik wou zeggen. Wow, dat duurde lang. Ik dacht, die is al lang aan het snorkelen. Waarom sta jij daar, schoonmaker? Je moet mijn huis schoonmaken. Alright, dan wil hij wel echt heel graag even naar de wc en douchen. Maar ja, er staat weer iemand in onze badkamer. Het is wel weer feest bij de Sibby's vandaag. Wat is onze duikvaardigheid? Van Noah. Oh, die heeft hij nog niet. Fotografie is al wel heel hoog. Schrijven is 8. Sociale netwerken. De blog heb. Even een nieuwe plaatsing. Oh, oeps. 73 afwezige volgers. Oepsie. Oepsie. Schoonmaker. Of technische mevrouw. Ga jij nog uit ons wc? Of blijf je daar staan? Want ik moet plassen. Dank u. Doei. Ga plassen dan. Dan kunnen we gaan. Ik zit hier, weet je waar ik ook nog over na zit te denken? Om een extra huis te kopen. Dan gewoon zo'n boot. Gewoon vet relaxed. Jongen, ga nou even douchen. Wat is dat toch? Ja, goed zo. Oeh, ze heeft... is ze gekleurd? Oh, joh, kijk hoe bruin ze is. Wow. Vet bruin. Ik zal even naar de wc laten gaan. En dan gaat volgens mij alweer wat kapot. Peanut, waar ben jij eigenlijk? Oh, daar. Ja, hij moet ook echt heel nodig plassen. Ga dan ook naar die wc, joh. Ja, ga naar die wc. Oef, net op tijd. Telefoon, waar is de telefoon? We doen het goed. We gaan een extra huis kopen. We hebben toch geld zat. Even kijken hoor, vrolijke woonboot. Ik wil een woonboot, sowieso. Maar eigenlijk wil ik wel een woonboot die een beetje dichtbij is. Zeezicht.
I want a boat. Oh, hier is ook nog één. Op de boot. Ja. Zijn die anderen allemaal te duur of zo? In die minibootje, ach, waarom ook niet? Alright. Wij gaan snorkelen. En we gaan daar naartoe met Kai. En ik laat ook Rosalie daarheen gaan. Rosalie wil ook heel graag duiken. Kijk, de woonboot is gewoon lekker vlakbij. Dat is wel nice. Kijk, het was een mini woonbootje. Oh, het is wel echt geschikt voor één persoon eigenlijk. Alles in één badkamer gaan gebruiken. Grappig hè, dat je koelkast hier ook meteen gewoon gevuld is. Snorkelen. Zo. Hij deint ook echt zo heen en weer. En daarna gaan we Rosalie ook laten snorkelen. Oh jongens, die Romeo die is goed in het vissen. Sorry. Ik zal eens even kijken waar, hoe het met zijn visvangsten gaat. Oh, kijk hem gaan. Oh, je moet wel naar huis nu, Romeo. Want ik zie dat je behoeften niet al te best meer zijn. Hoi, sorry jongens. Kai, ben je alweer klaar met snorkelen? Laten we nog een keer gaan snorkelen. Kai heeft niet zoveel zin om te snorkelen of zo. Ik weet niet wat het is. Ja, je moet snorkelen. Midden in de nacht hangen ze er allebei. Dat vind ik wel. Het duurt echt vet lang voordat ze een keer eindelijk gewoon gaan snorkelen ook. Tijdens het snorkelen van wow, hij werd gewoon zo wat overreden. Of overvaren eigenlijk, hè? Ik snap serieus niet waarom die gast gaat windsurfen. Niet gewoon gaat snorkelen. Ga gewoon snorkelen, vriend. Ja, hè. Ik laat Rosalie lekker slapen. Die is back af. Ja! Wij kunnen nu duiken. Hè. Oh jeetje, hij is wel heel erg in zijn ding. Eigenlijk wil ik even alles in één douche. Kijk, want die dingen hier, hartstikke mooi. Maar dan kunnen we toch veel beter dan alles in één douche neerzetten. Dat is toch veel praktischer. Zo. Veel praktischer. En dan slapen. Even kijken. Nou, lekker slapen. Hij
is nog steeds aan het snorkelen. Dat is wel nice. Ja, hij heeft een blauwe topaas gevonden. Nou, heeft hij ook honger. Even klietjes opeten. En 3 edelstenen wil hij verzamelen. En in de zee gaan snorkelen, wat hij al doet. En je blootje in het zwembad springen. Rosalie, ik ga je wakker maken. En naar huis gaan. En dan laat ik Kai daar. En dan laat ik Kai daar ook slapen. En als hij dan wakker is, dan kom ik bij jullie terug. Het is een lummeldag. En oeh, we hebben weer winst verdiend. En Rosalie die wil heel graag een zwembadfeest geven. En hij heeft nog niet genoeg geslapen. Maar Rosalie al wel. Ontbijt op die pannenkoeken. Oh, wat een bende. Wat een bende. Dan komt de schoonmaker zeker ook niet als het lummeldag is. Ik denk het. Hoepsa, even eten. We moeten hem wel even straffen, want hallo, je gaat hier niet van de vloer eten, Peanut. Daar is je bakje, daar moet je gaan eten. Ja, verdorie. Niet zo gek doen. Alles in één douche. Oh, de schoonmaker is er wel. En dan gaan we een feest geven. Hoe is het met onze Kai? Oh, die heeft een technisch probleempje. Dat is een regenachtig weer. Hebben we dat voor een zwembadfeest? Pot voor 3. We gaan naar bed. Oh, Rosalie heeft loon gekregen. We hebben allemaal loon gekregen, pensioen gekregen. Even alles in één douche. En de telefoon gaat. Oh no, mijn telefoon gaat. Dat is niet echt een leuk gesprek. Hé, jij wou een feest geven? Dan niet, joh. Wow, kijk hoe een bandit hier is bij Kai. Oh. Alright, wij willen duiken. Wij willen duiken. Ik weet alleen niet op welke duikplek we kunnen duiken. Moeten we even gaan zoeken. Daar kunnen we ook nog niet duiken. Dat was nu één plekje. Ja, pot voor de 3. Ik heb verdorie duikvaardigheid opgedaan. Kijk, want ik wil ook eilanden ontdekken. Ik wil duiken. Kijk hoeveel eilanden hier zijn. Ik wil ze allemaal ontdekken. Verdorie.
Wij moeten zeemeerwier hebben. Nou, laten we dan nog maar gaan snorkelen. Want ja, dat huis is zo smerig. De regen is al opgehouden, dus we kunnen nu mooi snorkelen. Ik dacht toch serieus dat we... Ja. Duikvaardigheid 1. Nou, misschien moeten we niveau 2 hebben. Ik dacht toch echt dat het duikvaardigheid niveau 1 was, jongens. Snorkelen. Ja, hè, hè. En heb ik dan zo'n hekel aan. Kijk, jongen, wat een womo dit is. Die womo's liggen ook echt vet dicht op elkaar. Snorkelen. Nee, je moest doorsnorkelen. Snorkelen, snorkelen, snorkelen. Hé, hey, wie ben jij? Oh! Die ging er gewoon in een boot vandoor. Hoe ver zijn we? Oh, we hebben bijna niveau 2. Even doorsnorkelen. Sorry jongens. Ik zal niet zo vaak meer een filmpje opnemen als ik niet helemaal fit ben. Yes, we kunnen nu duiken bij het rotsrif. Kappen. Even snel wat eten. Ja, Rosalie heeft ook net het beginselen van duiken geleerd. Bam, en bam, 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 bam. Rotsrif, jongens. Oh, 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 ik wil alweer veel te snel. Waar is het rotsrif? We kunnen hier duiken. Damn nice. We gaan gewoon midden in de nacht duiken. Oh, zijn energie is ook heel laag. Kijk, hij zwemt dan door naar die boot. Kijk, 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 kijk. Oh, hij blijft hier wel staan. Hier, hier, dan gaat hij weer zwemmen. Vet me af. Er zit een bug in. Yes! Ook Rosalie kan duiken. Oké, okay, ik ga Rosalie naar huis sturen. En Kai, en dan ga ik ze laten slapen. En dan kom ik bij jullie terug als ze weer wakker zijn. Want dan gaan we duiken. Het is 5 uur in de ochtend, 5:30 inmiddels. En ze zijn gewoon al wakker en helemaal klaar. Laten we gaan duiken. Ja, het is een beetje donker daar, hè? Ja, maar het wordt nu licht buiten, dus dat wordt ook niet meer donker. Yes, 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 yes. Even kijken hoor. Volgens mij ben jij al onder water. Nee, nog niet. Jawel. Wow, we zijn onder water. Oh, fat nice. Vangen. Kijk, Rosalie, die moet zeewier. Dus die gaat even zeewier oogsten. Ja, hallo. Oh, je moet... Oeh, dikke haai. Ik snap er niks van, jongens. Oh, nog een dikke haai.
Oh, ze gaat heel diep. Ik snap er niks van. Dat ze nu gewoon even niet kunnen duiken. Nog 2 uur. Nou, dan gaan jullie maar snorkelen. Verdorie. Ja, bijna, 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 bijna mogen we weer. Blijf zwemmen, blijf zwemmen, blijf zwemmen, blijf zwemmen, blijf zwemmen, blijf zwemmen. Kunnen we mooi onze duikvaardigheid ermee opdoen. Nog 5 minuten. Ja. Oh, Rosalie moet werken. Nou ja, jammer dan. We gaan duiken. Duiken, duiken. Yeah. Vangen, vangen. Vangen. Oh, het is echt mooi hier onder water. Oogsten, oogsten. Yes, niveau 3. Rosalie heeft het zeewier. Wow, echt mooi hier onder water. Ik was echt even vergeten hoe mooi het hier is. Verkennen. Lekker verkennen. Kijk, daar gaan ze. Oh, we hebben een inktvis gevangen voor vet veel geld. Oh, chips. Ik kan maar 1 tegelijk naar binnen. Of gaat hij er ook? Ga jij naar Okai? Oh ja, hij moet echt wachten totdat zij eruit is. Kai heeft een luchtzak gevonden in de grot. Is er ook niet ergens een schatkist? Ja, volgens mij is hier echt wel ergens een schatkist. Ik weet niet meer waar. Oh, hij is duizelig van alle opwinding. Of was het een grot, dus gekte. In elk geval, jij gaat je zeewier inleveren. Hi, oh mijn god, hi. We gaan de hai bekijken. Oh, we moeten ons niveau even omhoog gooien. Crowdy schelp heeft hij ook gevonden, maar wij gaan nu de hai bekijken. Oh, we zitten al 2 uur onder water. Ja, er is hier toch ergens een schatkist? Nou, ik weet het niet. Twee haaien. Nou, laten we maar naar boven gaan. Straks valt die haai ons nog aan. Oh, hij moest ook plassen. Nou, hup, boven komen. Wow, vet slecht weer. Wow, kijk hoeveel haaien. Ik ga hem naar huis sturen. Rosalie is die zee weer uit. Yes. Voer heel huids de vuurloop uit. Oké.
Ik ga ze allemaal naar huis sturen en hiermee ook de aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. In elk geval bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zondag weer. Doei doei!